In augustus 1993 veranderde het leven van Natasja Alexenko. Ze kreeg een pistool tegen haar hoofd bij haar voordeur en werd gedwongen een onbekende man binnen te laten. He said, take your clothes off. And he started taking my jewelry and he took my keys and everything else. And then he said, bend over. And that's when he began to rape me. Vlak na de verkrachting overtuigde Natasja's huisgenoot haar ervan om naar het ziekenhuis te gaan. I wanted to afterwards just take a shower. A very hot, lots of soap. And, you know, I had a roommate who was telling me, no, you have DNA on you. Het DNA van de dader werd van haar lichaam en kleren gehaald en zou later onderzocht worden. Maar dat gebeurde niet. Het kwam terecht op zo'n soort hoop met duizenden andere zaken in een vergeten opslagruimte. Dit is zo'n bewijspakket voor DNA-materiaal met zakken voor ondergoed erin en met wattenstaafjes. 100.000 van deze DNA-sets met bewijzen van verkrachtingen erin liggen stof te vergaren in de VS. De politie zegt, we komen er niet aan toe om ze te onderzoeken. We hebben het geld er niet voor. De DNA-pakketten liggen overal. In Houston alleen al 6.000, 11.000 in Detroit, 12.000 in Los Angeles. En volgens vicepresident Biden leidt dat ertoe dat slachtoffers vaak niet eens meer naar de politie gaan. Because they don't want to be raped again by the system. They don't want to go through it all over again. Daarom besluit de regering 70.000 zaken alsnog te onderzoeken. De kosten, tientallen miljoenen, worden deels betaald uit boetes die justitie verzamelde van witte bordencriminelen en van banken die tijdens de recessie over de schreef gingen. De achterstand wordt nu echt weggewerkt, is de belofte. Because no victim's suffering should be extended one minute longer because of procedural issues, ever. Natasja's nachtmerrie is nu voorbij. Na 14 jaar werd de dader eindelijk opgepakt. When we found him, it was the first time I remember just I called everyone on the phone to say we got him. Ze zet zich nu in voor nieuwe wetgeving waardoor DNA sneller getest moet worden, zodat niemand meer 14 jaar hoeft te wachten. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.